José de Kouwer, 2016, het wegseizoen zit erop. Een mooi seizoen geweest? Voor mij wel, ja. Mooi seizoen geweest. Heel mooi voorjaar gehad, een paar verrassingen daar toch wel bij. En de grote rondes die hebben ons gebracht wat ze gebracht hebben. Dus ja, met Froome. En we kijken weer uit naar 2017 voor een nieuwe grote ronde. Lange tijd leek het een strijd tussen Peter Sagan en Greg Van Avermaet wie de titel renner van het jaar mocht voeren. Nu is het toch echt Sagan die de boventoon voert, hè, wat die twee betreft. Je bent hier wel in Van Avermaet-land, hè. Je moet oppassen. Ik bedoel daarmee ook de regio hier, ja, waar we nu staan. Maar nee, het moet en het zal zijn Peter Sagan. Ik bedoel, hij is zo belangrijk voor het huidige wielrennen. Qua marketing, qua merchandising, qua alles en nog wat, dat moet eigenlijk Sagan zijn. Hè. Ja. Nederland heeft ook een behoorlijk goed wielerseizoen achter de rug. We hebben Dumoulin, we hebben Poels, Kruiswijk die de Giro had moeten winnen. Zit daar nog meer in wat dat betreft in het hondenwerk? Oh, er zit zeker nog meer in. Ja, eigenlijk zouden we beter kunnen samenwerken. Hè. Wij hebben een beetje de klassieke renners, jullie hebben de ronde renners. Dus als we dat niet allemaal samengooien, dan hebben we misschien samen nog een hele mooi team. Nee, maar ik denk dat het Nederlandse wielrennen wel in de lift zit, met ook nog goede jongeren daarbij. Dus ook bij de juniorencategorie en zo. Dus wat dat betreft denk ik dat het enthousiasme van het publiek moet de jongeren naar voren sturen. Kan Dumoulin in de toekomst wellicht een ronde van Frankrijk of een andere grote ronde winnen? Ik heb dat al een paar keer gezegd, dat Dumoulin een grote ronde kan winnen. In mijn ogen dan nog meer de ronde van Frankrijk dan een andere ronde. Omdat die toch op klimwerk minder stijl en minder spectaculair is dan een ronde van Italië of een ronde van Spanje. Alleen ja, dat zal misschien niet voor volgend jaar zijn, omdat het parcours volgend jaar nog niet echt zijn ding is. Maar misschien komt er wel een moment dat men denkt, ja, bij ASO het wordt wel eens tijd dat we een Nederlander misschien een kans geven om te winnen. En dan denken dat Dumoulin als eerste aan de beurt komt.